Het is een van de oudste industriële gebouwen van Nijmegen. De voormalige Batava Boterfabriek uit 1881 tussen Voorstadslaan en Wurtseweg. Het gebouw staat al jaren leeg, maar nu wordt het herontwikkeld. In het oudste gedeelte komen 25 appartementen. Het andere gedeelte wordt gesloopt en op die plaats komen 5 appartementsgebouwen. Het is de bedoeling dat het project eind 2024 af is. Het naastgelegen Kraaienhofpark blijft gevrijwaard van bebouwing.